En dat vond ze dan wel kies. Dat vond ze dan niet vunzig. Ik had wel eens van Stella Bergsma gehoord. Ik kende haar naam, ik wist dat ze een schrijfster was. Ik wist dat ze vorig jaar een nieuwe roman, haar eerste roman moet ik zeggen, had uitgegeven. Pussy Album. Ik had Pussy Album alleen nog niet gelezen. Waarom niet? Luiheid. Geen enkele speciale reden. Je kan zogenaamd niet alles lezen en dus had ik dit stom genoeg, denk ik, laten liggen. Want Stella Bergsma is ook een twitteraar en een Facebooker. En deze week onthulde ze dat ze per ongeluk gecc'd was door twee leraren die met elkaar aan het discussiëren waren of een verhaal van haar wel geschikt was voor 5-VWO. Eén van die leraren vond van niet, vond dat verhaal niet geschikt. Waarom niet? Bleek een lerares te zijn trouwens. Ze vond het verhaal pornografisch. Ze vond het verhaal onkies. Ze vond het verhaal vunzig. Ja, die woorden doen je afvragen tot welke generatie ze precies hoorden. Maar dat is wat ze vond van dat verhaal van Stella Bergsma. Bergsma plaatste dat verhaal vervolgens op Facebook. Maar Facebook haalde het er weer vanaf. Want Facebook houdt ook niet van onkiesheden. Toen verscheen het verhaal gelukkig toch ergens anders op internet en heb ik het kunnen lezen. En heb ik het in ieder geval kunnen lezen. En ik zal hieronder een link plaatsen naar dat verhaal. Kun je het zelf lezen? Kun je zelf zien, is dat verhaal pornografisch? Is het onkies? Is het vunzig? Wel, nee, helemaal niet. Het is een ontzettend subtiel, heel mooi verhaal over een onderwerp waarover ik eigenlijk nog nooit een verhaal had gelezen. Namelijk een meisje van 16 dat op de fiets zit, dat opeens haar lichaam voelt, dat om het in kiezen termen te zeggen, lust in zich voelt opkomen, blijft fietsen, dan in een bos verzeild raakt en daar bijna, niet echt, maar bijna wordt aangerand door een beetje vieze oudere man. Ja, hoeveel ouder die is, dat weten we niet. Kan natuurlijk 23 betekenen, maar dat doet er ook niet toe. Die man die reageert op haar gevoel, lijkt het net, hoe kan die man haar gevoel kennen, maar zij moet daar niks van weten. Die gevoelens die zijn helemaal nog niet gericht op wie dan ook, laat staan op een willekeurige man die zich opeens aan haar opdringt. Nou, ze raakt in verwarring en ze fietst weg naar huis. Dat is het verhaal. Simpel verhaal, maar ontzettend mooi, goed geschreven, subtiel verhaal. Het verhaal waarvan je zou zeggen dat moet iedere 16-jarige, ieder 16-jarig meisje, maar vooral ook iedere 16-jarige jongen, laat staan 23-jarige mannen en ouder, verplicht lezen. En hoezo pornografie? Dan denk je in eerste instantie, nou ja, misschien die lerares, weten wij veel wat die allemaal zelf heeft meegemaakt. Misschien reageert ze dat alleen maar af. Hè? Maar dan zegt die lerares in die e-mail, ja, ik heb vroeger wel Wolkers en Kramer gelezen en dat vond ze dan wel kies. Dat vond ze dan niet vunzig. Maar kom op, als er nou iets vies en vunzig is, dan is het natuurlijk Jan Kramer. Die verhaaltjes over hoe hij wel de ene vrouw naar de andere zijn bed in sleurt. Zonder enige gevoel, zonder enige subtiliteit, die stoere mannen praatjes, vreselijke verhalen. Van mij mag je ze lezen hoor, van mij mag iedere 16-jarige ze lezen. Ik wil ze niet verbieden zoals die lerares, maar zeggen dat dat kies is en dat een subtiel verhaal over een meisje vunzig is, dan kan je niet lezen, lerares Nederlands, dan kun je niet lezen.